We eindigen het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 23 september. Tijdens de avond en nacht komen er lokaal, meer in het binnenland, perioden met lichte tot matige buien voor en een enkele onweersbui in de avond. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel en of mist in enkele gebieden. Morgenochtend is er een enkele regenbui mogelijk, terwijl er in de middag enkele lokale buien worden verwacht, mogelijk met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 35 graden Celsius.